Okay, people, let's go to work. Woo! Let's go! Vrachtwagenchauffeur! Ik ben jouw adviseur! Met een goed humeur, Vincent's Chauffeur! Yeah! Jongens en meisjes, hartelijk welkom bij Vincent's Vrachtwagenchauffeur 5, aflevering 5. En ik heb een nieuw stuur. En ik zal het heel kort uitleggen. Mijn vorige stuur was kapot gegaan. Niet het, zowel het stuur, maar het gaspedaal. Het gaspedaal deed het na één keer gebruik niet meer. Ik ging terug naar de winkel. Ik zeg, joh, ik heb voor €44 een heel mooi stuur gekocht. Hij was eigenlijk €80. Ik wil gewoon een nieuw stuur. Nou, dan heb ik een duurder stuur van €51. En dan hoop ik dat het hiermee goed komt. Ik heb nog niet alle instellingen goed gezet. Maar ik hoop dat ik verder kan komen. Dat we in ieder geval wel naar België kunnen komen. Want dat is de bedoeling wat we gaan doen. En we hebben in ieder geval een vooraanzicht. En ruitenwissers, doen die het? Jongens, ik kan niet zonder ruitenwissers gaan. Ik kan het proberen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar, ja, oké. Zonder ruitenwissers. Oh, je kunt wel naar links en rechts kijken. Oh, kijk eens. Nou, we doen het gewoon dit keer zonder ruitenwissers. Oké, kunnen we, waar moeten we heen? We moeten naar links. En we vertrekken van Lille. En Lille is een plaatsje in Frankrijk. Oh, dit, nou, ik moet wel zeggen dat het stuur soepeler gaat dan mijn vorige stuur. En groen. En we nemen de bocht naar links. Ik heb geen toeter. Ik heb helemaal niks. Ik heb enkel dit stuur wat beweegt. Het stuur beweegt. Het stuur. Oh, shit. We hoeven tenminste niet meer links te rijden. Dat is gewoon een voordeel. En zonder ruiten. Ik zei, oh, remmen. Ja, oké. Rempedaal. Ik weet waar die is. Links is rem. En rechts is gas. Oké, ik weet het, ik weet het. Het stuur beweegt ook uit zichzelf. Heel vervelend. Oeh. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Oké. Wachten, wachten. En go. Yes. En wat voor vracht wij hebben is... Kom op jongens, gas. Doe maar gas het niet meer. Doe al niet meer. Oh, je mag hier 50. Oké. We houden ons aan de speedlimit. En we rijden nu al 35. Oké, we gaan naar 40. 40, 40, 40. We zitten nu op de 40. Lille. Nou, doei Lille. We zijn uit Lille, jongens. Zo snel. Het is zo'n klein plaatsje. Je bent er binnen 2 minuten al voorbij. En we gaan naar links. Dus we moeten de linkerbaan nemen. En we gaan richting Bruxelles. En ik heb alweer een nadeel gevonden van het stuurtje. Als je maar te ver naar links of rechts rijdt, gaat je hele stuur mee. Verschrikkelijk leuk. Op de grote weg. Wat hou ik ervan, jongens? Ik hou van de grote weg. Het is ook rustig. Het is, hoe laat is het? Hebben we een tijd? Maandag 20:45. Het is 20:45 s'avonds. En we gaan helemaal... Oeh, hallo Mini Cooper. U gaat helemaal naar Frankrijk. Of vanuit Frankrijk naar... Misschien gaat hij helemaal naar België. Ik kan hem niet bumper kleven. Hij gaat net te hard. Mijn vrachtwagen gaat net te sloom om hem in te halen. En ik ga heel erg goed op de weg letten. Weet je waarom? Omdat mensen het nodig vinden om in één keer op de rem te staan. Midden op de weg. Kijk, net als deze man. Dag meneer. Ik ga u gewoon even passeren. Stomme Mini Cooper. Zo. En zoals jullie in het introfilmpje zagen... Ben ik dat niet. Als mensen gaan vragen... Was jij die meneer die zo gek keek? Nee, ik lijk er niet eens op. Doe nou eens normaal. En er zit een man tegenover mij, Transinet. Ik weet niet wat Transinet is, maar ik ga hem even stiekem voorbij, als het me lukt. En Transinet lijkt mij een transportbedrijf. En wat zullen hun vervoeren? Oh, dit wordt smal. Dit wordt smal. Dit wordt smal. Maar het, oh, de heerlijk stuur, jongens. Ik heb reviews gelezen over dit stuur bij bol.com. En alleen maar... Negativiteit. Negativiteit. En ook, er was ook negativiteit. Dus ik had zoiets van... Ja, ik was al onderweg. Ik keek op mijn telefoon. Ik keek op internet van... Nou, wat is er dan los aan het stuurtje? En mensen die schatten het gewoon in als een professioneel stuur. Die zien elk stuur alsof ze het voor professioneel gebruik gaan doen. Die gast, ik was ook bij de Minimarkt. Die gozer zegt... Ja, ik heb nog een goed stuur. €100. Ik zeg... Ja, sorry, ik ga niet professioneel de weg op. Ik ga niet in een BMW... Moeten we hier naar rechts? Nee, nee, nee. Oh, doorrijden, door. Ik ga niet in een BMW rijden over straat. Dat doe ik niet. Ik zit gewoon simpel met mijn stuurtje. We mogen hier maar 40! We mogen hier... Jullie zeggen ook niks. Oké, het houdt op me... Ja, ik weet het. Het houdt op me regenen. Ik doe mijn ruitenwissers uit. Welke knop is mijn uit? Ja, die. Wat doe ik? Oké. Ik weet nu ongeveer de knop van mijn ruitenwissers. En ik ben benieuwd wat wij voor... Ik druk heel veel op de F5. Dat is een... Oh, uitzoomen. Oké. Oh, het is nog beter dit, jongens. Dan zien we een nog betere view. F6, wat hebben we? Lading, yoghurt. Serieus, alweer yoghurt. Ik heb echt serieus al een keer yoghurt. Ik vind het zo verschrikkelijk. La la la. Sorry. Oh! Oké. Tactiek nummer 1. Let op. Yoghurt. Yoghurt. Bestemming van Liga naar Stokes. Even kijken. We worden verwacht op maandag. Oh my god. Dat is al over... Holy crap. Dat is al over meer dan 40 minuten moet ik daar zijn. Dat lukt me toch niet? Hè? Moet ik daar zo snel zijn? Oké. Resterende tijd 7 uur. Jongens en meisjes. Ik moet binnen 7 uur. Omgerekend 40 minuten moet ik daar zijn. Of ik zit verkeerd te lezen. Oh wacht, verwacht, ik vertrek maandag, oh nee, tussen maandag, ik snap hem, ik moet op het weg letten jongens, oh, ik kan niet te lang bij dat kijken, zo, maandag tot en met, zoals je hier zag, maandag tot en met dinsdag kan ik het leveren, van tot 5 uur in de ochtend, dus we hebben sowieso een nachtrit, nou ja, is niet zo heel erg, mijn stuur doet heel vreemd, nee, hij deed niet vreemd, oké, wat hebben we nog meer, hebben we een telefoontje gehad? Nee, ik heb wel schade opgelopen door die auto. Die reed niet goed. En er zijn geen korte berichten. Oké. Nou goed, zolang niemand mij van de weg afhoudt en niemand mij lastig valt, ben ik geen gevaar op de weg. Kan ik hier naar links? Zit er iemand? Oh, er komt iemand naast me. Oké, goed dat ik even keek. Zo. En... Jo. Zo. Nou, dat ging goed. En we gaan best wel redelijk hard. We gaan 86 km per uur. En mij is verteld en eigenlijk geleerd. Kijk, je mag gaan tanken. Nou, doe maar lekker daar. Want daar is het duur. In Frankrijk is het duur hoor. Ik ga in België. Is goedkoper. Sowieso, België is goedkoopst. Denk ik. Nee. Duitsland is vrij goedkoop, dacht ik. En sowieso zitten we op de helft van ons benzinebereik. Dus er kan nog wel een beetje benzine uitgemolken worden. En dan doen we het gewoon zo dat we bij de volgende benzinestation gewoon even bij gaan tanken. Het wordt toch wel vergoed door mijn baas, dat hoop ik. Het is echt rustig, jongens. En ik moet naar Liga, dus ik ga hier alvast afslaan. Zo. Hoppakee. En dan zien jullie Luxemburg en Liga. Nee, meen je dit? Ik voel knopjes hierachter. Hier zitten ook nog 2 knopjes. Wauw. Hier bij mijn... Ja, jullie zien het op de webcam, maar ik wist het niet. Nou goed. We gaan hier naar rechts. Als dat vloeiend gaat, dat hoop ik. En ik weet dat we... Oh, we gaan... Het is een goede bocht. Mooie bocht dit. Zo. En hoe hard mogen wij hier? Want we gaan namelijk 92. Oh, je mag hier 100. Nou, dan kunnen we nog even de gaspedaal. Deze truck gaat niet zo hard. 90 km maximaal. Oh, dit is een mooi bocht, jongens. Kijk. Oh, Vincent. Vooruitgang. We boeken vooruitgang. Mensen zitten... Oh, ja. Hij kan rijden. Eindelijk een aflevering waar hij eindelijk normaal kan rijden. Ja, ik doe mijn best. Kijk, wat een mooi landschap. We gaan even genieten van het landschap. Ik zie bergen, bomen en bergen. Dan moeten wij in Frankrijk zitten. Dat moet gewoon. En die man voor me is heel irritant bezig. Ik merk het gewoon aan zijn rijgedrag. Hij zit mij uit te lokken. En ik kan daar niet tegen. Als vrachtwagens mij uitlokken. Dan net zo hard rijden als ik. Hè? Dat is zo smerig. Net zo hard rijden als ik. En dan gewoon nog net een beetje remmen. En dan net als ik dichterbij kom. Lekker gassen. Nou, ik heb het gehad. Ik ga vast naar links. Want ik heb het gevoel dat die man mij... Ik zag hem niet. Oké, let op. We gaan hem vervelen. We gaan hem vervelen. Oh, aanrijding. Ik heb niks gedaan. Oh, wat doen ze hier nou weer met de weg? Wat zijn ze hier nou weer mee bezig? Beetje jammer dit. Oh, dit zag ik niet aankomen. Sorry, sorry. Ja, je mocht hier 100. Er werd niks aangegeven van, ja, je moet hier rustig rijden, want er is iets op de weg, is er aan de hand. Waarschuwing. Wat staat er op mijn lampie? Wat? Ik kan het niet lezen. Waarschuwing. Oh, er is een wat is er wat lek? Is er wat lek, jongens? Ik ga even kijken. Schade. Ja, er is schade, maar er is een waarschuwing. En ik zie niet wat de waarschuwing is. Wacht, kan ik het lezen? Ik kan het niet lezen, nee, sorry. Oké, jullie hoorden net heel hard mijn stem, dat klopt. Oh, we moeten hier links blijven. Zo. Jullie zeggen ook weer niks. En wat? Ik vind het nu ineens creepy worden. Waarom is het ineens, een wolk opgetrokken of zo? Oké, die man die gaat normaal rijden, hoop ik. Weer een tegenligger. Niks achter me te bekennen. Oké. Oh, die man gaat hard. Die gaat gewoon hard. Wat? Oh, een vliegtuig. Ik dacht, er kwam een UFO over. Ik dacht echt, er kwam een UFO. Serieus. Ik verwacht in het spel... Oh, ik verwacht in het spel best wel... ja, hoe heet dat? Aparte dingen. Dat je denkt van, what the fuck, weet je wel. Zulke momenten. Ik vind sowieso, als je maker van de game bent... moet je sowieso easter eggs stoppen in een game. Vooral in zo'n... ja, rustig spel als Truck Simulator. Zo, die wel ging hard... Die ging zeker minder 100 km per uur. Je gaat zeker een boete krijgen, ik zweer het. Ik weet dat ik een boete heb gekregen, net van 400 euro. 400 euro, hè. Want we praten wel over een 4 met 2 nullen, hè. Zoveel euro ben ik al kwijt. Omdat jullie niet even zeiden van... ja, Vincent, kijk nou achter je of kijk voor je, weet je wel. Dan moet je ook een beetje in de gaten houden. Niet dat ik dat hoor, maar jullie moeten dat sowieso in de gaten houden. En het leuke is dat het... bij mij regent hier... in het echte leven. Oh, zonnebloemen. Oh, zonnebloemen. Ik hou van een zonbloem. Voor mij had Kojakje, had hij toch ook... Die had toch een hoed. En van het liedje altijd is Kojakje ziek. Weet je wel, altijd. Niet soms. Nee, altijd. En Kojakje, die had volgens mij een zonnebloem in zijn hoed. Of het was een zonnehoed. Maar ik vond dat hij een zonnebloem in die hoed had. Ik weet niet zeker. Oké, we komen bij Liga. En Liga is de plek. We rijden waarschijnlijk nu al door Duitsland. Dat denk ik. Ik heb nog geen... ik heb nog geen grensversperring gezien. Maar... ik denk dat we al in België zijn. Denk ik. En even kijken hoor. We rijden redelijk. Ja. Ik hoop dat jullie het geluid een beetje goed horen. Ik denk dat ik het geluid nu ietsje harder zet. Ietsje. Want jullie moeten wel een beetje het geluid horen van die heerlijke engine. Die heerlijke vrachtwagen engine. Vind je niet? Dat vind ik wel. Oké. Kijk, die man met die snor, dat ben ik. Ik moet hem nog laten groeien, maar ik lijk er bijna op. Je hebt een nieuw bericht. Kijk, we hebben een nieuwe mail. En we weten wat er dan gebeurt. Dan krijgen we een aanrijding. Dus we gaan kijken. Wat hebben we voor e-mail? Je hebt geen korte berichten. Ik heb toch een e-mail? Hoe moet ik mijn e-mail openen dan? F4? Zwaailichten? Wat zijn dit nou weer? Oké, ik weet het niet, maar... Oké, ik moest hier een afslag nemen. Ja, want hier links is al het einde. Oké, hoe gaan we keren? Ik weet het niet. We moeten gaan keren, jongens, op een snelweg. Dat is niet goed. Dit is niet... Zie je? De e-mail heeft me totaal weer afgeleid. Hoe gaan we keren, jongens? Ik ga even wat uitkijken. Kunnen we hier keren? Nee, dat gaat niet. Oh, chips. En ik ga ook al... Wat is die waarschuwing, joh? Ik ga sowieso 40 kilometer om een snelweg. Dat is sowieso echt niet goed. Ik zie dat ik daar kan keren. Oh, wat stom, jongens. Oh, echt, echt waar. Want nu zit al in Luxemburg. Ach. En het is zo donker ook. Voor mij... België heeft niet eens geld om dingen te verlichten. Want ik heb het voor mij nog nooit zo donker gezien. Echt nog nooit zo donker. Ik meen het echt serieus. Ja, ik weet dat we moeten keren. Ik doe mijn best. Oké, we gaan hier de afslag naar rechts. Zo. Ja. En dan wil ik hier... wil ik dan eigenlijk onder de brug door. Zo. Ja. En dan gaan we hier dus gewoon weer naar rechts. Oh. Of naar links. Goed zo, mensen. Vincent weet het verschil tussen links en rechts niet. Haha. Leuk. En gassen, jongens, gassen, kom op. Kom op, ik kan het pedaal echt niet verder ingedrukt houden, hoor, mensen. Maar ja, die heuvels, hè. Ik heb yoghurt in mijn achterbak. En yoghurt is vrij zwaar. Dat weet ik wel, want liters kunnen best wel zwaar wegen, hoor. Ja, in liters natuurlijk. Maar ik heb dus yoghurt bij me. En ik snap niet waarom België, waarom België Franse yoghurt wil, weet je wel. Ik denk dat België gewoon zelf al heerlijke yoghurt hebt. Dat neem ik aan van wel. Althans, ja. Dat hoop ik voor ze. Ik bedoel, ja, Belgische yoghurt, kom op. Ja. Of als het dikkere yoghurt is, weer kwark. Dus ze zijn nog niet helemaal duidelijk welke yoghurt ik nu heb. En ze ook de smaak. Of ik nou aardbeienyoghurt, vanilleyoghurt, chocoladeyoghurt. Ze mogen best wel wat meer details gaan beschrijven in het spel. Want ik zou best wel weten wat ik... Kijk... Hè? Details zitten erin. Ik krijg €400 boete. Dat vind ik dan wel realistisch. Maar doe dan ook zo realistisch dat je weet welke smaak. Ja, hè? Ja. Nou goed, we gaan hier naar rechts. Naar Liga. Maar ik ga daar niet om liegen. Oké, ik heb mijn voet ook bij het rempedaal. Zo. Want hier... Ah, scherp bochtje. Ik hoef niet eens. Oké. En we zijn in Liga, dames en heren. Yay! Woehoe! En het staat alleen maar op groen. Ik meen het serieus. Al die stoplichten staan. Ja! Kom eraan! Jongens, ik moet eten. Maar ik moet nog even dit afmaken. Wat doet mijn vrachtwagen? Wat doet mijn vrachtwagen? Hij zit vast! Hij zit vast! Wachten. Ja. 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 Kom, jongens, kom op, hé! Die mensen zullen denken, wat is die grap aan het doen, joh? Oké, naar voren. Ja. Oeh, die was mooi. Oké, gassen. Ik moet remmen, ik moet eten, jongens, Anders gaan moeders weer stressen. En ik ga ook stressen, want ik moet die vracht hebben. Yoghurt, jongens, ik ga dadelijk echt, na het eten ga ik yoghurt eten, weer niet weten. Gewoon om het af te leren. Ik wil dit ook niet meer vervoeren, hoor, yoghurt. Ik vind het saai. Yoghurt vervoeren is sowieso saai. Oké, we gaan hier naar links. Even snel. Maakt me ook niet meer uit of ik iemand aanrijd. Zo, we nemen gewoon die... Kijk eens, huppakee. Zag je dat? Mijn vrachtwagen kantelen. Oké, en enteren. En we hebben het gehaald, jongens. En ik hoop dat jullie een leuke truck simulator vonden. En we zijn nog steeds aan het beginnen. Shit! Oké. Voor een leuke video geef een groen duimpje en tot de volgende video bij Vincent's Vrachtwagenchauffeur. Doei doei!